Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe GTA video. En vandaag gaan we een chaos hier in de tunnel onder de lege basis maken. Ik heb voor de zekerheid even de Cops Turn Blind Eye aangezet. Zodat ze mij sowieso niet konden zien. En waarvoor heb ik dat gedaan? Dat is omdat het anders heel lastig is om al die auto's te pakken te krijgen. Dus daarom hebben we het even uitgezet. En kan ik nu gewoon rustig hier file gaan bouwen. Hupsakadee. Even al die auto's hier gewoon neerzetten. Voilà. Kijk, dit staat al. Even kijken. Ik weet niet van wie deze auto is. Maar die zetten we even hier weg. Dat ik daar boete moet gaan betalen. Want daar heb ik absoluut geen zin in. Ik heb nog 2 minuten de tijd. Deze even veilig weg. Want ik ga niet dokken dadelijk voor deze auto. Daar heb ik absoluut geen zin in wat ik net al zei. Stop die auto. Waar zijn alle andere auto's nu weer naartoe? Alle auto's zijn blijkbaar alweer verdwenen. Hopsakadee. Zoveel mogelijk auto's probeer te pakken in die 1,5 minuut. Over de sterkere file ik kan bouwen. Ik weet niet wat voor taalgebruik ze hier allemaal hebben, maar het gaat nergens meer over. Weet je wat, ik jat wel even hier zo'n truck. Voilà, dankjewel. Deze die zetten we even naar de andere kant toe. Voilà. Die staat ook. Voor deze auto, die proppen er nog ergens tussen. Een beetje rustig, jongens. Ja, die kunnen beter rustig aandoen, want anders duurt het alleen maar allemaal langer. Voilà. En here we go. En die staat ook. Kijk, ik weet al een aardige file hier te ontstaan. Dat is dus ook de bedoeling hiervan. Om aan 2 kanten een file te gaan krijgen. Nou, jullie zien het. Aan deze kant staat een dikke file. En aan deze kant staat een dikke file. Ik ben toch bang dat deze auto dadelijk mee gaat exploderen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er daar gaat gebeuren. Ik ga ze heel even irriteren. Ik ga eerst even wat gas gooien. Hopsakadee. Hun kunnen hier toch niet uit. Dan weet ik dat dat 100% zeker is. Ik heb alles hier goed vaststaan. En dan denk ik dat ik er wel klaar voor ben. Want ik krijg nu ook al politie achter me aan. En dan zou ik zeggen, let's do this. Let's burn. Holy crap. Woehoe. Een mooie explosie. Maar dat zijn nooit alle auto's geweest. Oh damn. Ik word hier al overreden. Chaos hier overal. Ik moet een klein stukje naar achter. Want hier staat het ook al allemaal te branden. Doen we hier nog even een explosietje erbij. Hopsakadee. Kijk, dit is hoe het werkt. Nou. Ik wou zeggen, ik wil heel graag even een vluchtauto hebben. Oh damn. En ik maak dat ik wegkom. Ik heb al 4 politiesterren achter me aan. En here we go. Ik heb niks gedaan. Ik ben weg hier. Doei. See you later, alligator. Let's do this. Oh damn. Oh, ik krijg een setje. Dankjewel, meneer de agent. Zo kan ik een beetje sneller rijden. Holy crap, ik heb al heel veel achter me aan. Dit kan never nooit gaan slagen, dit plan van mij. Als je kijkt wat ik allemaal achter me aan heb, alle heli's. Ik heb een open dak. Dat was niet zo'n slimme keuze om deze auto te pakken. Maar we gaan het gewoon proberen. Wow, dikke wegblokkades. Het wordt hier steeds erger met die politie's. En dan ook nog een slome auto hebben, dat zit er me ook echt niet mee. Oh damn. Ik had zo gehoopt dat deze auto net wat sneller was. Blijkbaar dus niet. En zo zie je alweer dat hier alweer allerlei nieuwe politieagenten klaar staan om me op te wachten.
Dit is een verloren zaak. Dat zag ik al aankomen. Maar het was wel een mooie explosie. Het was best wel groot die explosie. Al moest ik een paar granaten ervoor gebruiken. Maar dan heb je ook wat. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.